Bas de Beer neemt je mee op reis. Samen met oom Bob en Bas ga jij op zoek naar de schat van Piraat Eenoog. Onderweg beleef je de spannendste avonturen en ontmoet je de leukste vrienden. Maar wees ook op je hoede. De gemene professor Punthoofd zit ook achter de schat aan. Hij doet er alles aan om Bas uit de weg te ruimen. Punthoofd haat beren. Neem je tijd voor deze opwindende zoektocht. Ga mee met Bas de Beer naar Pirateneiland. Heb je zin om mee te gaan? Mee op avontuur. Het is heel leuk, spannend, eng en nog veel meer. Met die toffe, stoere beer. Bas de Beer. Kom mee met die kanjer van een beer. Bas de Beer, Bas de Beer. De wereld is ontzettend groot, de wereld is ontzettend groot. De lucht is blauw, de zee is diep, de lucht is blauw, de zee is diep. Maar met de auto, trein of boot, redt hij zijn vrienden uit. Heb je zin om mee te gaan, mee op avontuur? Het is heel leuk, spannend, eng en nog veel meer. Met die toffe, stoere beer, Bas, Bas de Beer. Kom mee met die kanjer van een beer. Bas de Beer, Bas de Beer. Hij heeft de wil, hij heeft het vuur. Hij heeft de wil, hij heeft het vuur. Op elke bladzij van het boek een spannend avontuur. Ben je zover? Klik dan om te beginnen op de neus van Bas. Of klik, als je je boekenlegger hebt gebruikt, op Kok de Meeuw. Het regent en onweert vanavond. Bliksemschichten schieten door de lucht. Hoor eens hoe de wind rond het huis giert. Echt een avond waarop van alles kan gebeuren. In het huis is het lekker warm. Oom Bob zit in zijn stoel een boek te lezen. Is het een mooi boek? Vraagt Bas. Maar oom Bob hoort hem niet. Mag ik me even voorstellen? Ik ben Urm. Urm de Wurm. Ik help je in dit verhaal. Als je ergens op klikt, gebeurt er misschien wel wat.
Volgende bladzijde. Bas loopt naar het raam om naar de bliksem te kijken. Tjonge, wat een onweer. Niet te lang pauze nemen, meteen weer aan de slag. Volgende bladzijde. Dan klinkt een keiharde knal. Wow, de bliksem is toch niet op zolder ingeslagen? Bas pakt een kaars en loopt de trap op. Niet te lang pauze nemen, meteen weer aan de slag. Maar Bas moet uitkijken. Er wonen een hoop motten op de trap. Ze verzamelen zich rond het kaarslicht. Ga weg, roept Bas. Maar de motten blijven komen. Met een grote zwaai gaat het luik van de zolder open. Jonge, jonge, wat een rommel, zegt Bas. Eens kijken wat hier allemaal ligt. Wat zie jij? Snel, klik ergens op. Bas wordt helemaal duizelig. Zeg, moet dat nou? Dat geklik de hele tijd? Ik ben een stoel. S-T-O-E-L. Dat weet jij toch ook wel? We zijn twee toffe tonnetjes vol met wijn. We zijn twee toffe tonnetjes vol met rode wijn. Volgende bladzijde. Bas loopt verder en blijft voor een vreemd apparaat staan. Het lijkt op een glazen bol met letters en een grote wijzer. Bas tilt het op. Dit is een kompas. Een kompas wijst altijd naar het noorden. Daardoor kun je altijd berekenen waar je bent. Ik denk dat je het kompas nog goed kunt gebruiken. In de hoek ziet Bas een stapel boeken en een paar flesjes staan.
Hij wil wel eens weten wat er in die flesje zit. Hij klimt op een kist om het gele flesje te pakken. Maar de deksel van de kist is wankel en Bas heeft moeite om te blijven staan. O jee, Bas, kijk uit, je valt! Ah! Suf kijkt Bas in het rond. De zolder gloeit van de vloeistof en rond de kist hangt een vreemde mist. Bas schudt zijn hoofd. Hij begrijpt er niks van. De kist leeft. Krakerig en wel vertelt hij Bas het raadsel van de vier kisten. Goed gedaan. Het is je gelukt het geheim van Piraat Eenoog op te lossen. Daarom kan Kraak de Kist je nu het geheim van de schat vertellen. Volgende bladzijde. Lang geleden, vertelt Kraak, was er een piraat die alle wereldzeeën onveilig maakte. Zeelui rilde bij het horen van zijn naam. Eenoog. Hij heeft een enorme schat in een paar kisten verborgen op een eiland ver in zee. Volgende bladzijde. Kraak laat de schatkaart zien aan Bas. Zie je het kruis? Vraagt hij. Daar moeten we zijn. Daar ligt de schat. Hier ligt de schat. Oom Bob, die beneden allerlei geluiden hoorde, komt een kijkje nemen op zolder. Hij is stom verbaasd als hij Bas opgewonden ziet praten met een kist. Oom Bob wil graag weten wat er aan de hand is. Als Bas alles verteld heeft, biedt oom Bob aan om een boot met bemanning voor de reis te regelen. Hij wil ook maar al te graag op avontuur. Dat is toch heel wat spannender dan een boek lezen? Maar ook heel wat gevaarlijker, want... Volg... In een griezelige zwarte toren zit professor Punthoofd, de aartsvijand van alle beren. Hij is een gemeen plan aan het smeden. Oh, ik zou hier het liefst zo snel mogelijk weggaan. Maar ja, een beetje onderzoek kan natuurlijk nooit kwaad. Ik ben hoofd. Punt hoofd. Ik ben hoofd. Punt hoofd. Ze denken dat ik niet weet wat ze van plan zijn. Maar ik krijg die rotberen wel. Iets jongens wat ze doen in mijn grote pan peersoep.
Ik hoor muisgeklik. Iemand zoekt het recept van berensoep. Je bent wel een brutaaltje, zeg. Maar dan moet je het wel eerst vinden. Blijf van die soep af! Niet. Doren? Wat? Ik hoor muisgeklik. Iemand zoekt het recept van berensoep. Je bent wel een brutaaltje, zeg. Maar dan moet je het wel eerst vinden. Mispoes? Nee, hier is het niet. Jammer. Oh nee, je hebt hem. Wil jij ook het recept? Klik dan op afdrukken. Volgende bladzijde. Professor Punthoofd heeft goed kunnen zien wat de beren gaan ondernemen. Daar ga ik een stokje voor steken. Gna. Als ik ze te pakken krijg, verander ik alle beren in steen. En dan heb ik de schat voor mezelf. Volgende bladzijde. Bas is in dromenland. Hij ligt lekker te slapen, want morgen vroeg gaan ze op reis. Volgende bladzijde.